700 voet, gaan we zo het circuit verlaten. Heb je de indruk dat de meeste piloten zich ook wel goed aan die procedures houden? Ja. Zeker als ik kijk naar wat als mensen nieuw opgeleid worden en die door de jaren heen aan het vliegen zijn. Het gros van de mensen die houdt zich altijd wel aan de lokale procedures. En ja, er bestaan wel eens vergissingen. Zoals je ziet, ja, we zien geen lijnen uit. We zijn helemaal afhankelijk van wat zie ik op een kaartje. En waar, hoe word ik inschatten wat mijn aanvliegprocedure is. Ik heb geen verkeersbording hier. Ik heb geen markeringen waar ik wel of niet overheen mag vliegen. Ik moet het allemaal zien van een kaartje of bijvoorbeeld van instrumentarium zoals een GPS. En als er iets misgaat, dan nemen de piloten ook wel verantwoordelijkheid daarvoor? Ja. Althans, natuurlijk, niet iedereen is altijd trots op zijn fouten. Dus als er een kans bestaat dat misschien sommige mensen die een fout maken en die nu willen herkennen, ja, dat is er. Dat hebben we denk ik in het dagelijks leven ook. In het verkeer, dat er een conflict ontstaat van ja, het wel eens niet het verhaal. Zijn er ook wel piloten die, zeg maar, om het maar even zo te zeggen, scheid hebben aan de procedures? Kom je niet tegen? Nou, er wordt vaak wel gedacht van de ene piloot naar een andere piloot toe. Maar ik denk vandaag de dag, het is allemaal zoveel strenger geworden over wetgeving en regelgeving en handhaving. We hebben aanzienlijk meer controles. Nou, we zijn er weer.